KRO Nederland 1. Nogmaals, goedenavond. Ter gelegenheid van de opening van de Haarlemse Orgelmaand schreef Piet Kee vorig jaar een concert voor kerkorgel, 3 draaiorgels, serinet, koor en flageolet. Over de totstandkoming van deze compositie, de voorbereiding en de uitvoering ervan maakten Dolf Rijmers, Nicky Rosner en Pim Verdonk het nu volgende programma. Ja, jij wil een neut hebben, zeg. Nee. Ja, daar kan je toch niet bij? Ik kan niet bij, joh. Ik ga het niet vertellen. Jij weet precies wat je moet doen. Jij bent maar een klein orgelmannetje, hè? Ja. Even storen. Ja. Een concert voor kerkorgel, piramenten. Nogal ongebruikelijk. Hoe komt u daar zo bij? Ja, dat is erg ongebruikelijk. En dat hangt samen met een behoefte om eens buiten de geëikte paden van het terrein van de organist te treden. Om wat andere bronnen aan te boren, zal ik maar zeggen. Want het terrein van het orgel kan soms erg beperkt zijn. En dan heb ik wel behoefte om dat uit te breiden. En iets anders te doen. Nou, het draaiorgel heeft me altijd enorm geboeid om allerlei redenen. Vooral vanwege het sociaal functioneren van het draaiorgel. Je kan het Nederlandse straatbeeld niet zonder een piramid voorstellen. Je ziet ook hoeveel plezier de mensen aan een piramid beleven. De eenvoudige muziekliefhebber heeft er volle plezier van. En de meer gevorderde muziekliefhebber, zal ik maar zeggen, kan zich er ook enorm mee vermaken.
Dit jaar staan in deze grote kerk drie grote draaiorgels die allemaal zeer verschillend zijn. Er staat bijvoorbeeld het grote martierorgel uit het Openluchtmuseum in Arnhem. Een van de grootste typen die gebouwd zijn. Een indrukwekkende orgel van Belgische makelij. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld de cementmolen uit Amsterdam, uit Rotterdam, die we zo van de straat geplukt hebben, zou je kunnen zeggen. En die in de kerk verrukkelijk klinkt. Maar een heel ander karakter van klank heeft, ook kleiner is. En ook weer heel anders dan de Gasparini uit het Utrechts Museum, die typisch Frans is. Heel fel, hele felle zogenaamde tongwerken heeft, hoge fluiten. Klinkt in deze kerk ook zeer briljant. In tegenstelling tot dat hele grote orgel leek het me heel fijn om een heel klein orgeltje erin te betrekken. En toen ik tot de ontdekking kwam dat in de 18e eeuw er een klein draaiorgeltje was wat het meest populaire mechanisch muziekinstrument ongeveer in die tijd was, besloot ik dat instrument in die compositie te betrekken. Dat is een zogenaamd serinet. Een klein orgeltje, niet groter dan zoiets, met 10 metalen pijpjes. Geeft een aardig twinkelend hoog geluid. En dat was bestemd om vogeltjes liederen te leren zingen. En ik dacht wel, als ik nou op een serinet een aardig wijsje kan vinden, hè, dat op een van de cilinders van zo'n serinet een aardig wijsje kan vinden, dan zou dat een mooi aanknopingspunt zijn. Met die gedachte in het hoofd ben ik naar het museum van speelklok tot pyrament in Utrecht gegaan. En daar heb ik de serinet eens bekeken. Hele aardige melodietjes op die serinet is gehoord, maar toch nog niet wat ik zocht. En in overleg met de directeur van het museum heb ik toen besloten een serinet te laten reconstrueren. Daarbij een oude melodie die ik erg geschikt vond en erg mooi vond. La Barcelonette, een Franse melodie uit de 18e eeuw, die voorkomt in het boek Le Facteur d'Orgue van Dom Bédot, de orgelmaker. Naar aanleiding van dat boek, van de voorbeelden uit dat boek, wordt dan ook dit serinet gereconstrueerd. Het is dat op zichzelf is al een bijzondere gebeurtenis, door reconstructie, maar helemaal uniek is dat we nu een oude melodie naar oude voorbeelden daarop laten zetten. Ik zal u de melodie eens laten horen op een register van het kerkorgel, wat wel lijkt op zo'n serinet. Dat is het begin van die melodie. Een heel aardig melodietje, maar het kan nog veel aardiger zijn als je nu precies de aanwijzingen van Joseph Engramel volgt. De man die in dat boek van Dom Bédot een hoofdstuk geschreven heeft hoe je dat wijsje op een cilinder moet noteren. En hoe je dat zo precies kan doen, dat gaat door middel van pennetjes en bruggetjes en allerlei andere kleine uitsteeksels. Hoe je dat zo kan doen dat die melodie heel mooi gearticuleerd wordt. Dat heeft Engramel dermate precies aangegeven dat het zeer de moeite waard was om dat te reconstrueren. En ik geloof dat het de eerste keer in deze eeuw is dat dat ook gebeurt. Dat is muzikologisch ook erg interessant, omdat op het ogenblik de theorieën van Engramel in het middelpunt van de belangstelling staan.
Dat is de moeite waard, Tom. Het is gelukt. Ja, zeker. Hè? En wat klinkt het gitter zijn? Ja, ja, we moeten het ook nog even over hebben, inderdaad. Ja. Dit is nogal dun. Ja. 16-8-4 hebben we daar. Maar het blijft allemaal dunne strijkers. Dus ik zou zeggen, daar bariton bij. Bariton erbij. En fluit 8. Ja. Maar, nou zit hier een gat tussen deze en deze noot. Doordat die grote tom er dan onder zit. Thank you.
Thank you.